En dan krijg ik ook weer een tabletje voor de alcohol. En dan ga ik stoppen met drinken. En als je dat neemt, dan word je... Ja, als je dan een biertje drinkt, dan word je heel beroerd. Maar dan kun je dus echt niks meer drinken? Nee. Ja, wel water en zo, en frisdrank, dat wel. Als ik dat zou nemen, kan ik ook helemaal niks drinken? Nee. Maar heb je het wel schat dat je... Ja, één keer per ongeluk. En dan? Wat gebeurt er dan? Ik had zo'n rood hoofd, hartkloppingen en trillen en zweten en beven. Het is meestal de mensen die het slikken. Ja. Die proberen het één keer. Ja. Om te kijken of om te testen of het werkt. Dan voelen ze van, nou, dit gebeurt er als ik het weer doe. Nee. Maar en jij hebt zelf besloten om dat te nemen? Ja. Niemand die zegt dat je dat moet? Nee. En waarom doe je dat? Nou ja, in april ben ik schuldenvrij, dus dan wil ik weer lekker aan het werk gaan, hier weg. En dan weer gewoon het leven oppakken. Ja, maar hoe lang moet je dan dat pilletje blijven nemen? Ja, tot je echt sterk genoeg bent om er vanaf te blijven. Oké.